voor de koffietafel, dat betekende heel veel voor mensen, vooral voor alleenstaande mensen. Die kregen daar banden onderling en gebouwen nodig ook uit om verbanden te leggen. En dat, ja, ik hoor nu vaak zeggen, of vaak toch, een aantal keer heb ik nu gehoord, het meeste mis ik het koffiedrinken. En ik denk dat dat theologisch ook heel belangrijk is, want de Emmausgangers, toen ze verdriet hadden, gingen ze ook naar Emmaus toe en vertelden elkaar het pijn en het verdriet en zo. Dus dat is fundamenteel van belang in een kerkgemeenschap, dat mensen elkaar nabij zijn. En dat we in zo'n gemeenschap echt gelijkwaardig zijn. Dus niet uitsluiten, een volwaardige plek geven aan iedereen die er is, of die nou homo is, lesbisch of wat dan ook. Mensen zijn gelijkwaardig in de ogen van God. En uitsluiten is totaal onchristelijk. Dus, en de gemeenschap, Paulus vergelijkt dat met een lichaam. En elk onderdeel is van belang. Het is niet zo dat de pastor erboven staat, nee, die is ook een onderdeel ervan. Dus wat nu gebeurt, dat ze op de tv een dienst houden zonder het volk gods, nou, dat kan, theologisch kan dat totaal niet. Want het volk gods viert waarvan de pastor een onderdeel is. En als volk gods dat niet is, moet je niet vieren.